Oh my God. Hallo allemaal, ik ben Nathalie. En ik ben Gerard. En we zijn vandaag weer bij de schildpaddenopvang. Ja, waar gaan we het vandaag eigenlijk over hebben? Ik weet een leuk onderwerp. Let's talk about kalk. Lekker hoor. Nou, en bedankt. Graag gedaan. Wel lekker hoor, kalk. Het is heel goed voor je botten, ook voor je schildpadden volgens mij. Ja, klopt. Alleen, dat doen we wel een beetje op een andere manier. Maar, Smaakt het? Ja, heerlijk. Ja. Ik hoop dat schildpadden het ook lekker vinden. Maar ik wou het daar eens even over hebben. Want schildpadden die hebben toch kalk nodig? Ja, klopt. Dat geven we in verschillende vormen. Sowieso sepia. Niet vergeten. Heb ik bij me. Tadaa! Dit is sepia. En dat is de rug van een inktvis. En het is niet zielig, want die spoelen allemaal aan op de stranden. Die worden daar verzameld. En vervolgens wordt het allemaal geïmporteerd, exporteerd, overal naartoe. Op dit moment is het een beetje schaars trouwens met de sepia's. Ik weet niet waarom, maar misschien dat het gewoon door de... Ik geloof dat het komt door het weer. En door de wind en zo, dat er niet zoveel aan is gespoeld dit jaar. Maar dit is in ieder geval heel erg goed, hè, voor schildpadden. Ja, klopt. Je kunt het gewoon zo geven aan landschildpadden, gewoon in deze vorm. Wat je tegenwoordig ook, wat ze veel verkopen, zijn, is een crunch van dit. Dus dat zijn eigenlijk kapotte stukjes sepia. Die kun je dus ook aan je schildpadden geven en aan Nathalie. Van die andere lekker hoor. Hm. En wat heb je nog meer als kalk? We hebben nog kalkpoeder. Dat is eigenlijk supplementenpoeder, dus er zit calcium in. Dit dus, zeg maar. Kalk dus, ja. En vitamines. Oh ja. Niet te vergeten. Ja, ik heb hier een heel klein potje. Die zijn vaak gewoon te kopen ook in de winkel. Dus echt maar voor één schildpad. Kijk, je kan natuurlijk niet jouw hele schildpadopvang mee doen, maar het zit gewoon in een potje. Kijk. En dat kun je gewoon over de voeding heen gooien, dat is het handigste. Maar hoe vaak moet je dat dan doen? Nou, ik adviseer altijd ongeveer 2 keer per week. Oké. En even kijken, we hebben de sepia, we hebben poeier, eierschalen heb ik ook wel eens gehoord, dat je die kan geven. Ja, klopt. Eierschalen zijn in principe ook een goede calciumbron voor sowieso waterschildpadden. Bij landschildpadden heb ik toch liever dat je gewoon sepia gebruikt, dat is het veiligst. Ja, dat is makkelijk. Ja. Maar het is wel zo, ook als je zeg maar te veel van dit poeier geeft, dan kan je een beetje uitkijken voor de nieren en zo, hè? Ja, klopt. Want ze eten er eigenlijk te veel van, wat ze eigenlijk normaal niet zouden doen, maar ze eten dan die groente op. Dus als je dat te vaak doet, daarom moet je dat niet al te vaak doen. Sepia kunnen ze vaak zelf kiezen van, daar heb ik er zin in. Precies. Ik geef ze ook aan Cleo, gewoon in het water. Dan drijven die in het water en dan happen ze daar ook vanaf. Ja, nou en heb je nou een schildpad die geen sepia lust, dan is er nog een trucje. Als je de sepia-schelp even in een bak met kattenbrok doet of hondenbrok, dan komt er een lekker geurtje aan. En als je hem dan weer aanbiedt aan je schildpad, dan is de kans veel groter dat hij wel toehapt. Ah, dat is een hele goede tip. Ja, en dat kalk, dat is natuurlijk, behalve dat het niet echt goed is voor mijn trui, is het wel heel erg goed voor de schildpadden, voor de botten, voor het schild natuurlijk. Want dan moet het ook wel goed hard blijven en niet zacht worden. Daarvoor is dus kalk nodig, maar ook natuurlijk de lampen niet te vergeten. Hè, want ze hebben dat allebei nodig. Vaak zit ook kalk in groene bladgroenten, ook heel erg belangrijk. Dus uit voeding kunnen ze ook genoeg halen, maar het is meestal niet genoeg om te zorgen dat het schild goed blijft. Hè? Nee, een schildpad is net als een slak, zeg maar. Die heeft natuurlijk een enorm huis opgebouwd uit calcium. Daarnaast hebben schildpadden natuurlijk nog botten. Dus het is belangrijk om voldoende kalk aan te bieden, want anders krijg je natuurlijk bepaalde ziektes. Ja. Nou, ik vind het heel erg interessant. Ik denk dat ik maar even deze in de wasmachine ga doen, want moet ik hier weer mee naar huis. Ja, en de vloer even aanvegen, niet vergeten natuurlijk. Dat doet niks. U wilt hier wel een beetje netjes houden. Dat kan ik. Nee hoor, dat ga ik zelf opruimen. Ik vond het in ieder geval weer heel erg leerzaam. Dankjewel voor deze informatie. Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer. Doeg. Ik heb nog een beetje, wat een beetje. Het is echt lekker. Nee. Lekker hoor. Ik ben Nathalie. En ik ben Gerard. Vooral op blijven letten. Ja. Oké, nog een keer. Ja. Dat ziet er een beetje gek uit.
Ja. Wel lekker hoor, kalk. Is goed voor je botten, wist je dat? Kalk.